ogen tonen emotie. Als de ogen niet lukken, dan mislukt eigenlijk je schilderij. Van mijn carrière was ik meer op illustratie gericht. Ik ben afgestudeerd in illustratie, dus mijn beroep was ook voor 50% illustrator. Dus ja, mijn kunst werd daardoor dus ook wel beïnvloed. Ik denk wel naarmate ik ouder ben geworden, dat mijn werk ook serieus is geworden en ook zeker gegroeid is. Ik schilder niet zomaar een vrouw na. Ik verzamel allerlei plaatjes en eigenlijk pak ik weer gezichtsdelen van al die verschillende foto's en daar zet ik zeg maar een nieuw portret mee in elkaar. De Theo Heys is denk ik wel mijn grootste werk tot nu toe, qua afmeting, maar ook wel het schilderij waar de meeste uren in hebben gezeten. Het is een serie van schilderijen waarin drie zusjes de hoofdrol spelen. Ze zijn elkaar kwijtgeraakt en ze proberen elkaar weer te zoeken. En dat doen ze met behulp eigenlijk van dieren. De emotie van het schilderij vind ik wel heel belangrijk. Weet je, een schilderij moet wel een soort emotie met zich meedragen. En dat probeer ik eigenlijk door de blik op een bepaalde manier te schilderen. Ik denk dat het wel moeilijk is om mijn werk echt in één hokje te plaatsen. Maar ik denk dat popsurrealisme wel in de buurt komt. Een andere stijl die ik dus gebruik zijn mijn inkt outlines schilderijen. Ik denk dat dat werk gewoon beter te omschrijven is als pop art of comic art. Wat ik bij Eagle Storm heel erg gaaf vind, is er zitten hele grove dingen in. Sommige lijnen zijn echt super grof en hoe meer je naar het midden gaat, hoe fijner de lijnen worden en hoe fijner de details. Daarnaast heb ik ook zo'nzelfde soort werk met inkt outline zeg maar, gemaakt van een Sphinx-kat. Als je daarnaar kijkt, ik vind het zelf gewoon echt moderne kunst en het is iets wat nog nooit is gedaan in mijn ogen. Daarmee heb ik wel iets neergezet zeg maar, waar ik echt heel erg trots op ben. Ik heb Cindy in, zo heet dat werk, heb ik voor een expositie op een kunstbeurs in New York gemaakt. Toen ik dat werk maakte, toen had ik eigenlijk ook als doel om weer eens een nieuwe zeefdruk te maken. Ik vind het gewoon heel gaaf om zeefdrukken te maken. Ik doe het niet al te vaak, maar het hele proces van zeefdrukken, dat is echt eigenlijk magisch. Ik denk dat het een heel goed streven is om jezelf als kunstenaar te blijven vernieuwen. Altijd op zoek te blijven gaan naar nieuwe manieren om een schilderij te creëren. Nieuwe manieren om verf weer te hanteren, om je materialen uit te zoeken en opnieuw te ontdekken. Ik ben op zich niet onzeker over mijn werk. Weet je, als mijn handtekening er eenmaal onder staat, dan is het voor mij af en dan denk ik er ook verder niet meer over na. Als het eenmaal hangt in een galerie, dan ben ik eigenlijk gewoon alleen maar trots. Wolt is gewoon echt een hele gave galerie. Het is super mooi. Gewoon echt te gek om daar ook mijn eerste solo-expositie te hebben gehad. Die ruimte past gewoon perfect bij mijn werk. En ik denk dat het een hele mooie wisselwerking is tussen de galerie en de dingen die ik daar kan exposeren. Voor mij is kunst gewoon heel erg bevredigend. Ik vind het sowieso echt super gaaf dat ik iets kan maken waar mensen eigenlijk ook een soort van verliefd op kunnen worden. En dat het misschien een eeuwigheid kan blijven bestaan. En dat geeft gewoon echt heel veel voldoening voor mij. Dat is wel een van de redenen waarom ik dit werk maak, zeg maar. Ja.